Jonge Amsterdammers gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen in gesprek met politici over onderwerpen die zij belangrijk vinden in hun eigen stadsdeel. Dede heeft zijn eigen onderneming en studeert daarnaast ook nog aan de UvA. Voor sushi mag je hem 's nachts altijd wakker bellen. Tegenover hem staat de lijsttrekker van de PvdA, waar zij zich al zeker 20 jaar voor inzet. We staan in Hartje Mokum. Naast de Stopera, waar we Dede waarschijnlijk binnenkort ook gaan zien. Toch? Want je bent een beetje politiek actief. Nou, dat vind ik een hele goeie. Ik weet niet of ik er zelf ooit wil zitten. Maar mijn vraag aan Marjolein Moerman is dan wel, hoe zorgen we ervoor dat jongeren zich meer betrokken voelen bij Amsterdam en ook bij de Amsterdamse gemeente? Ja, ik vind het een ontzettende goede vraag, Dede. Want je wil natuurlijk dat iedereen betrokken is in Amsterdam bij wat er politiek wordt besloten, maar zeker ook jongeren. Ik ben zelf wethouder onderwijs geweest de afgelopen 4 jaar, dus ik vind het belang van jongeren heel groot, omdat het ook gaat om hun toekomst. Hoe de stad zich ontwikkelt heeft te maken met ja, ook hoe jouw stad zich ontwikkelt. Wat dat voor jou betekent, kan je later nog wel een huis vinden bijvoorbeeld. Of als je hier kinderen gaat krijgen in de stad, krijgen ze wel goed onderwijs. Dus de keuzes die we nu maken, die hebben een impact op de toekomst en dus ook op de jongeren. Dus daarom is het super belangrijk dat jongeren meespreken. Maar dan vraag ik me wel af, wordt het dan wel aantrekkelijk genoeg gemaakt, de politiek, bij de jongeren? Nou, ik denk dat soms lijkt het heel veel afstand te zijn tussen de politiek en de samenleving. En dat vind ik zonde en jammer, want je ziet dat het vertrouwen in de politiek ook enorm aan het dalen is. Terwijl de politiek is juist de plek. En daarom vind ik het ook goed dat jij je daarvoor inzet, Dede. Politiek is juist de plek waar je de grote problemen waar jongeren juist mee geconfronteerd worden. Of het nou een wooncrisis is, want kom nog maar voor een huis. Of dat het de klimaatcrisis is die ons allemaal enorm bedreigt en natuurlijk zeker de toekomst van de jongeren. Of dat het een onderwijscrisis is met een gigantisch lerarentekort. Al dat soort crisis, die kan je natuurlijk alleen maar oplossen met elkaar. En waar los je het nou met elkaar op? In de politiek. Dus de politiek gaat over veel meer dan macht en mensen die aan het strijden zijn voor die macht. Het gaat juist over ideeën en zorgen dat je de beste oplossingen vindt met elkaar voor de toekomst. Dus ik hoop dat we daarmee ook jongeren juist ook motiveren om mee te doen en mee te denken. En af en toe ook mee te kijken in de raadzaal naar hoe je zo'n debat met elkaar voert. En hoe je daarin tot keuzes en oplossingen en beslissingen komt voor de toekomst. Ook vooral in Amsterdam zijn ondernemers te zien. Je hebt overal op elke hoek een winkeltje waar je wat kan halen. Dede, wat valt jou op in het centrum? Ja, nou, ik ben zelf dan ook ondernemer, startondernemer. Maar ik praat ook heel veel met ondernemers in mijn buurt. En wat ik veel zie is dat vooral oudere ondernemers, maar ook gewoon lokale bedrijven die ook niet echt willen groeien, maar gewoon willen blijven doen wat ze willen doen. Steeds meer concurrentie hebben, problemen met gigantische multinationals en bedrijven die zoveel geld achter zich hebben waar ze gewoon niet tegenop kunnen. En mijn vraag is dan ook, wat gaat de Amsterdamse gemeente doen om vooral die lokale ondernemers die zo belangrijk zijn voor ons te beschermen? Ja, ik vind het een super goede vraag en misschien ook meteen goed om te zeggen wat voor onderneming jij hebt. Jij bent bezig met duurzaam bouwen. Iets wat ontzettend belangrijk is, juist in deze tijd. Er moet veel gebouwd worden, maar we willen wel dat we daarmee ook de planeet gewoon redden. En ik vind dat lokaal ondernemerschap, dat, nou, je zei het net zelf al, dat is een beetje de ziel van de stad. Hè? Daardoor bruist en bloeit die stad zo mooi. Maar je ziet inderdaad, doordat Amsterdam steeds meer in de greep komt van het grote geld, van bedrijven die vooral heel erg aan Amsterdam willen verdienen, maar heel weinig teruggeven aan de stad, dat we daarmee eigenlijk die ziel aan het verliezen zijn. En ik vind het dus ontzettend belangrijk dat we juist die lokale ondernemers beschermen. Maar als je steeds moet opconcurreren, onwijs hoge huurprijzen moet betalen, als alles aan de markt gegeven wordt, ja, dan word je gewoon weggeconcurreerd. Dus ik vind dat wij toch in moeten grijpen en moeten beschermen. En dat klinkt misschien helemaal niet alsof het voor vrijheid is, maar dat is nou juist echt de vrijheid. Hè? Dat je juist wel durft te reguleren, dat je juist wel ruimte geeft aan bedrijven zoals jij die hebt, omdat dat is de ziel van Amsterdam. Dat is wat we allemaal willen. Dat je inderdaad die leuke winkel hebt op de hoek van de straat en daar niet de zoveelste Amerikaanse keten komt die we inmiddels wel kennen en die niet heel veel toevoegt aan Amsterdam. Dede, vertel je het verhaal een beetje? Is het een beetje geloofwaardig? Ja, zeker. Nee, ik vind sowieso dialoog is één en ik denk dat we daarmee al een stuk verder komen. Ik vind dat
de polarisatie een gigantisch groot probleem is. En ja, ook waar we het over hadden eerst, over Job Cohen, die al zei van we moeten meer samen gaan theedrinken. De eerste stap is en dat we dat blijven moeten doen en niet alleen tijdens de verkiezingen. Ja. Dus ik hoop dat we dan ook haar kunnen vertrouwen dat dit niet een dialoog is dat we maar één keer doen in de verkiezingen, maar dat het gewoon een continu proces is wat aan de gang blijft. Ja, want als je haar een cijfer moet geven van 1 tot 10? Ja, dat goeie. Dus zit je even op blok. Ze kwam wel een beetje te laat, dus ik denk dat ik daar wel even een aftrek moet doen. Maar ik denk overal toch wel een goede 8. Ik denk dat het een goed gesprek was. Mooi cijfer. Nou ja, en dankjewel Dede. Want jij, juist door zo'n gesprek op straat met elkaar te voeren en ook dat soort kritische vragen aan elkaar te stellen, kom je allemaal verder. En ik doe het gelukkig al een tijdje, dit werk. Ik hoop het ook heel erg door te kunnen zetten. Want ik zie dat er gewoon nog heel veel moet gebeuren in de stad. Maar ik heb dat altijd met mensen in de stad gedaan. Je doet het niet alleen, je kan het helemaal niet alleen. Je moet het juist samen met anderen doen. Vind ik een mooie.